De Irish Coffee is al jaren een trouwe bezoeker van de Gentse feesten. Op de Vlasmarkt verkoopt de sterke drank als zoete broodjes. Maar waarom worden er eigenlijk zoveel Irish Coffees gedronken op de Vlasmarkt? Een halve eeuw geleden werden de eerste Irish Coffees geserveerd in de Ekentu, waar nu de Zeppos is. De intrede van de koffies staat op naam van Cecilia Karels. Zij nam begin jaren 70 de Ekentu over. Dat was toen een braaf koffiehuisje dat vooral studenten aantrok. Aangezien het dus geen café was, had het geen cafévergunning en werd er geen alcohol verkocht. Maar vanaf het begin lapte Karels die regel aan haar laars en werden er Irish Coffees geserveerd. Die stonden niet op de kaart, want dat was verboden. De Ekentu serveerde enkel Irish Coffees tijdens de Gentse feesten. En dat trok heel wat volk. De koffies van Karels groeiden buiten proportie en al gauw verspreidden ze zich over de hele Vlasmarkt. Vandaag zijn Irish Coffees tijdens de Gentse feesten een begrip. Het hoort erbij. En je vindt ze overal, zoals hier, in Café Gloria.